Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ik ben aan het twijfelen als ik mijn extensions eruit ga halen, ja of nee. Omdat mijn eigen haar, mijn extensions zitten hier. Ik weet niet of je het ziet, maar hier zitten de knopjes allemaal. Ze zitten echt wel laag en mijn eigen haar begint daardoor heel hard te knopen. Moest ook normaal 2 maanden geleden eruit. Maar ja, dat is al voorbij door corona. En ik kan 9 juni naar Hair Advice gaan voor een nieuwe. Maar dan zou ik nu mijn eruit moeten doen. En ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben nu Celine aan het sturen om te vragen wat zij denkt wat ik zou doen. Kijk, ik ga het proberen. Ik ga eerst het draad proberen en ik heb 2 hulpjes als het niet lukt. Ik heb er al 1 uitgekregen en dit is de tang waarmee ik dat moet doen. Shana van Hair Advice heeft het allemaal opgestuurd en dit is het productje. Ik ben benieuwd. Ik wil even melden dat mijn productje van Balmain is. Dus dat is wel heel fancy, weet je. Oké, dit stuk is eruit en dit niet. Het is toch wel veel verschil, hè? Amai. Maar ja, het is eruit. Amai. Er kan echt een pruik van gemaakt worden. Het zijn 100, denk ik, stuks extensions. En ze zijn eruit. Het is nog oké. Het is wel een stuk korter nu, amai. Maar ze waren ook echt wel uitgegroeid tot hier of zo. Het is wel oké, vind ik nog. Deze kant is ook langer dan deze kant, om een of andere reden. Maar ça va, hè? My natural hair. De ochtend nadat ik mijn extensions eruit heb gehaald. Dit is mijn staartje nu. Normaal, deze elastieken kan ik 2 keren ronddraaien. En nu 4 keer. 4 keer. Echt. En ik wil ook nog even zeggen hoe hard het is om extensions eruit te halen. Ik heb hier een blaar en op mijn andere hand van dat tangetje. Dat is een chapeau voor alle kapsters daar. Maar ik ben er vanaf. En de 9e juni ga ik naar Hair Advice vernieuwen. Dus dat is maar voor even. En ik ga het ondenkbare doen momenteel. Ik ga lopen. Dat is iets wat ik echt haat. Maar ik ga het toch doen. Ik ga maandag sowieso al lopen met Celine. En ik dacht nu, ik ga ook lopen. Nu. Ik weet niet waarom ik dat dacht ineens. Ik weet niet wat ik moet aandoen. Doe ik gewoon een t-shirt aan en dan een jasje of een blouse met lange mouwen. Oké, ik ga nog even nadenken, maar ik ga alleszins lopen. Wish me luck. Loopoutfitje. Mijn legging is van Stronger. Schoenen ga ik gewoon mijn New Balance aandoen. Mijn regenjasje of windbreaker is van Nike. En daaronder heb ik gewoon een zwart t-shirt en een zwart sport BH. Zij die gaan sterven, groeten nu. Alrighty, ik heb gelopen. 1 kilometer. En want na 5 minuten dat ik aan het lopen was, had ik echt al pijn aan mijn knie, niet normaal. Dus het is 1 kilometer geworden en dan ben ik gestopt, want de pijn aan mijn rechterknie, ja, begon echt heel erg te steken. Dus dat was niet zo goed natuurlijk. Als er lopers onder jullie zijn die mij tips kunnen geven, let me know. Ik heb echt alleen pijn aan mijn rechterknie en dat begint echt na 5 minuten lopen of zo. En dan krijg ik echt steken van achter in mijn knie. En dan
ja, kan ik best stappen. Want anders, zoals vorige keer, ben ik doorgegaan. En dan weet ik dat ik echt 3-4 dagen niet de trap af kan. Allee, ik kan dat wel, maar dat doet gewoon pijn. Dus tot zover mijn loopavontuur. Maandag ga ik nog eens met Celine. En dan ga ik eens een knieband proberen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat gaan. Hopelijk gaat dat beter. Tell me you love me for tonight. Tell me you love me for your life. Goedemorgen iedereen. Ik heb zo net een ontbijtje gemaakt. Ik heb echt een heel simpel ontbijtje. Ik zal het zo laten zien. Terwijl ga ik deze vlog nu editen, zodat die straks online kan komen. Maar die was redelijk kort. Dus daarom heb ik nog een klein stukje erbij gedaan. Dit is mijn ontbijtje. Ik heb 2 glutenvrije toasten met lactosevrije kaas en een beetje basilicum, verse basilicum erop, omdat ik dat lekker vind. En dan een handjevol blauwe besjes en of course groene thee. Dat moet ik echt elke ochtend hebben. En mijn baby had een klein briefje geschreven. Kijk, hoe schattig. Die is zo cute. In de vlog van vrijdag gaan Niels en ik eindelijk ons groot nieuws vertellen. Woehoe! Ik kijk er al naar uit dat we dat eindelijk met jullie kunnen delen. En ja, spannend gewoon. Maar jullie gaan het vrijdag wel zien. Voor nu ga ik dus deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.